chefsfriends.nl. Ik werkte hier dus al vanaf november 2002 bij de vorige eigenaar en er werd me in maart 2003 werd me gevraagd of we het over wilden nemen. Maar ik was toen nog 19, dus ik vond het wel erg jong, maar wel iemand met veel ambitie. Dus wel neergelegd ook bij Rutger. En, ja, we hadden net 2 jaar een relatie, dus het is ook nog vrij snel om dan nog samen iets te beginnen. Maar ja, adviezen gevraagd en alles uitgezocht en bleek toch mogelijk. Dus 10 oktober 2003 hebben we het overgenomen en 11 november 2003 zijn we opengegaan. Het was eigenlijk al echt wel een goed restaurant. Stond ook op nummer 36 in de Lekker, dus het was altijd wel al, stond ook goed bekend. En zeker hier in de omgeving is het eigenlijk altijd bekend geweest. Het is altijd een goed restaurant geweest. Wel eerst als bistro, maar wel goed. Eerlijke producten. En ja, we hebben eigenlijk de trend een beetje voortgezet. Nou, ik denk dat we een mooi, enthousiast en stabiel restaurant zijn. Ja, met een leuk, enthousiast team. Vind ik erg belangrijk. We hebben een heel fijn team om ons heen. Het loopt ondertussen ook 12 man rond, dus het is ook, begint ook al serieus te worden. En ja, weet je, we laten ons altijd inspireren hier door de omgeving. En ja, dan word je vanzelf wel enthousiast en blij van. En voor de gasten is het gewoon een sprookje om hier te zijn. En we proberen dat overal in door te trekken. En, ja, dat is altijd moeilijk te bepalen, denk ik. We zijn wel een beetje eigenwijs, dus ja, doet ons ook niet zo heel veel wat de ander doet. En ik denk dat dat wel heel Zeeuws is, want volgens mij laten we elkaar allemaal wel gewoon lekker een beetje doen. Maar we zijn wel allemaal trots op elkaar, denk ik. En ja, ik denk dat we wel degelijk bij de top van Zeeland horen. Hè. Er zijn natuurlijk toch verschillende sterrenrestaurants die dan toch, zullen we maar even noemen, de top. Maar de subtop moeten we ook niet onderschatten, want er zitten echt ontzettend veel goede restaurants. Ik denk zeker na het restylen, wat we vorig jaar gedaan hebben, is de bedoeling dat als je hier, vooral als je luncht, want in de winter maak je dan de buitenomgeving iets minder mee. Zeker als je luncht en in de zomer ook het diner. Het moet één zijn. Je moet een beetje één zijn hier met de natuur. Wij laten ons volledig inspireren door de natuur. We lopen iedere dag met ons hondje ongeveer 6 kilometer door de polder en we zien dingen. Je krijgt ideeën en dat moeten gasten ook zien. Dat zie je op het bord terug. Dat zie je eigenlijk in alles. En dat is de beleving. Wij zijn echt trotse Zeeuwen en je moet hier echt in Zeeland zijn. Nou, ik heb al bijna 9 jaar een sommelier in dienst. Dus ik ben wel echt de gastvrouw en bedenker van heel veel dingen hierachter. Ik geef wel Paul, onze sommelier, de credits als het om wijn-spijscombinaties gaat. Want ik beoordeel het wel. Maar meer als gast. Ik ga hier ieder kwartaal, als wij een nieuwe kaart hebben, ga ik hier zelf eten. Ik ga gewoon tussen de gasten zitten en ik ga het beoordelen zoals de gast dat ook doet. Dus in die zin heb ik wel degelijk een adviserende rol. Maar als het om wijn- en spijscombinaties gaat, is het voor Paul. Ja, als je hier gaat eten, denk ik dat het belangrijkste is om je te laten inspireren door het seizoen. Dat is gewoon heel belangrijk. Wij doen dat ook en je kan niet zeggen natuurlijk van in december ik ga de Oosterschelde kreeft eten. Maar in dit seizoen, van april tot en met juli, ja, dan zou ik gewoon zeggen kom hier naartoe en ga kreeft eten. En maar dan wel op onze manier. En wat ons en vooral Rutger heel sterk maakt, zijn zijn schilderachtige opmaak van de borden. En dat is echt, dat typeert ons gewoon heel erg. Het is gewoon echt een kunstschilder. Je ziet het ook wel op het... Op het glazen scherm hebben we dat ook op die manier een beetje proberen ja, duidelijk te maken van dat is ook wat wij willen. Het moet een plaatje zijn, het moet ja, een sprookjesbeleving zijn als je hier zit. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.